Welkom bij een nieuwe aflevering van Humble Heroes. En we hebben vandaag een hele bijzondere, speciale gast, Rory Ronde. Fijn dat je er bent. We hebben echt waanzinnig genoten van wat je hebt gespeeld. Kun je eens vertellen met wie je hebt gespeeld en wat je hebt gespeeld? Nou, dat zijn allemaal muzikale vrienden van me die ik uit verschillende scenes ken. Dus ik dacht van voor deze gelegenheid nodig ze uit. En dat is Yarif Vroom op drums en percussie. Te gekke percussionist en gast waar ik heel goed mee klik muzikaal. We hebben Marnix op keys. En Marnix is eigenlijk een hele goede jonge upcoming producer. Dus ik maak met hem veel beats en nummers voor vocalisten. En, hij is bezig nu ook met een solo plaat. Het is heel tof om hem erbij te hebben. En we hebben Nathan Eldof. En dat is gewoon een hele coole bassist. Jongen, ik heb een tijd niet met hem gespeeld, maar ik dacht van hey, leuk om Nathan weer even te bellen. En hij kent Yarif weer heel goed. Ze hebben heel veel, ze spelen heel veel samen, dus dat was meteen een goede match voor de ritmesectie. En je had gekozen voor twee stukken die je nog niet eerder hebt uitgebracht. Nee. Dus, en je zei het ene stuk, daar zat het ritme heel lang in je hoofd. Dat afrobeat rhythm van klopt, eerste. Ja. En hoe gaat het in zijn werk? Hoe leg je het dan uit? Want heb je het op papier? Of, Nee, ik ben dus eigenlijk niet iemand die echt muziek leest of schrijft. Dus dat komt dan eigenlijk altijd op neer dat ik de tracks maak. Ik neem het op mijn computer. En ik probeer het gewoon verbaal uit te leggen. En met dit ritme op een of andere manier, ik denk, nou, ik heb hem al 3 jaar in mijn hoofd. En dan vergeet ik hem weer en dan komt hij opeens weer terug. Dus een keer heb ik hem bij. Ik zit bij New Cool Collective ook. En had ik hem daar gedropt. Van laten we proberen. En nou ja, als je dan een plaat gaat maken, zijn er altijd een paar nummers die achterblijven. Dus die lag nog in een archief. Dus dacht ik, oh, dat is misschien mooi om juist nu weer naar voren te brengen. Dus ik heb een versie voor de jongens opgenomen en toen zijn we dat gaan repeteren. En toen kwam dit er uiteindelijk uit. Ja, want ik heb ook gehoord, het vertelde Koen, dat jij autodidact bent. Ja. Tegenwoordig zie je dat eigenlijk niet zoveel meer bij de jonge generatie. Nee. Iedereen heeft wel die in muziek geïnteresseerd is, gaat naar het conservatorium, ontmoet daar zijn netwerk. Ja. En hoe is dat dan bij jou gegaan? Nou ja, ik kom uit een muzikaal gezin. Mijn vader die is muzikant. En hij was eigenlijk een van de eerste mensen die Caribische muziek naar Nederland bracht. Dus steel drums, percussie, calypso, dat soort dingen. Dus ik heb dat meegekregen. En op een paplepel ingegaan. Ja, en dan waren allemaal instrumenten thuis. Waaronder een gitaar. En op een dag had ik zoiets van, hey, laat ik eens proberen iets op een gitaar te doen. En dat ging me eigenlijk nog best wel goed af. En toen heeft hij me na de eerste 2 jaar steeds wat dingen geleerd, wat akkoorden. Heel basic. En op een gegeven moment hoorde ik George Benson spelen. En toen dacht ik zoiets, wow, dit is vet. Dit wil ik kunnen. Dus toen ben ik gaan echt proberen dingen na te spelen. En daar werd ik steeds beter in. Maar in die periode wist ik nog niet echt wat ik aan het doen was. Mijn gehoor was dus wel kennelijk goed genoeg om het te kunnen oppikken. Maar de theorie daarachter was me nog niet duidelijk. En toen kwam ik later in aanraking met mensen die daar wat meer van afwisten en ging boeken lezen, instructievideo's. En toen langzaam begon ik wel de onderliggende theorie te kennen. En qua gevoel zeg ik wel eens, misschien dat de beste basis, als je vanuit je oren de sound ontwikkelt, het spel. Ik heb dat ook wel eens gehoord van Tommy Emmanuel, gitarist, dat hij alles op zijn oren had geleerd. En dan dacht hij dat het gitaar was, maar het was bas en gitaar. Ja, dat hij het zo dat allebei ook inderdaad, had toegepast. Ja, je gaat gewoon op een andere manier dat pad langs. En dat merk ik ook. Maar wat wel leuk is dat vrienden van mij die gingen wel naar het conservatorium. Dus ik was uiteindelijk toch wel altijd in aanraking met die scene. En de bands waar ik mee speel, dat zijn allemaal mensen van het conservatorium. Dus op een of andere manier ben ik er toch mee verbonden. En hoe zou jij je eigen spel typeren als gitarist? Wat is nou typisch jouw sound of jouw toch wel eigenlijk heel erg jazzy en ritmisch. Want wat ik vertelde, ik heb dus Caribische roots. Dus dat zit er heel erg in. Weet je, dit soort dingen van mijn vader die leerde me dat soort slagjes. Dat zit erin, maar ook die jazz dingen. Weet je? Ja. Gewoon veel naar platen geluisterd. Nou, de meeste van mijn gitaarhelden zijn jazzgitaristen. Pat Metheny, Wes Montgomery natuurlijk, George. Ja, dus jazz is wel mijn basis. Maar ik ben ook heel erg gecharmeerd altijd geweest van funk en vooral hip-hop. Dus ik combineer die dingen. Dus meestal als mensen me omschrijven is het een beetje jazzy, soulful, zeg maar.
Ja, want het is grappig dat je dat zegt, want jouw naam wordt vaak genoemd met neo-soul. Gewoon ja, als een soort precies. van signature bijna. Ja. Maar ik heb ook ergens gelezen dat je eigenlijk bijna, voordat het zo werd benoemd, al eigenlijk daarmee bezig was. Klopt, ja. Dat was eigenlijk in de tijd dat ik Benny Sings ontmoette. Toen was ik daarmee bezig. En nou, je hebt een hele grote naam in de neo-soul, is Jay Dilla. Dat was een producer die met mensen zoals Erykah Badu, Common werkte. En samen met een vriend van mij checkten we dat. Maar dat was in Nederland eigenlijk nog helemaal niet echt een ding. Dus daar werd ik door geïnspireerd. En die stijl, en dat had heel erg te maken met dat als je een beat hoort, dat zij hebben een soort sleep, zoals we dat noemen. Dus je wat tetst, dit en dan hoor je net er tussenin. En dat, die akkoorden. En dan bij Benny ging ik ook dat soort vibes toevoegen. En daar ben ik een beetje bekend mee geraakt. Met, oh ja, dat is die gozer die een beetje net erachter speelt. Ja, en mensen zeggen, ja, hij speelt een beetje lui. Maar wat grappiger met die stijl is dat je moet daar eigenlijk best wel strak voor zijn. Want het is heel consequent achter de beat. Want Jay Dilla ging dat echt zo samplen? Ja, die deed het met de machine. Dus ja, die schoof gewoon de grid als het ware op. Ja. Hij had wel meer trucjes nog, maar het was dus eigenlijk heel strak. Alleen het zat niet op wat we gewend zijn als de, weet je, alles heel recht. En dan krijg je die swing, die feel. En het komische is dat dit is nu zo iets normaals geworden in de muziekwereld dat jonge mensen die denken daar eigenlijk niet eens over na. In de tijd dat ik dat deed, wow, wat doe je eigenlijk daar, man? Wow, wat vet. En nu is het bijna alsof het net zo bekend is als een normale popbeat of zo. Het is gewoon ingeburgerd geraakt in de westerse cultuur. Dus dat vind ik heel leuk om te zien. Ja. Maar het is wel ongelooflijk als je al die culturen bekijkt, de Caribische invloed. Ja. Je speelde net een jazzstuk, voor mij was dat Peace of zo, Noor Silver. En dan deze neo-soulstijl. Ja. Is het in je hoofd, is het allemaal te ordenen? Of komt het er uiteindelijk als een soort van zelfsprekendheid? Ja, ik speel best wel lang gitaar, dus het is bij mij echt een taal, zeg maar. En daar heb je gewoon allerlei werelden in. Maar uiteraard zijn ook al die stijlen met elkaar verbonden. Weet je, natuurlijk, neo-soul is soul, is blues, is jazz. Dus dat die ondergrond, bedoel, hip-hop producers zijn natuurlijk ontzettend beïnvloed door jazzplaten. Ze hebben allerlei dingen van jazzplaten gesampled. Dus dat is zo met elkaar verbonden. Maar het leuke is dat je dan ook nog weer die Caribische kant hebt. En dat is weer net een andere twist. Dus, bij Koekeles komen er ook wel heel veel stijlen samen. Ja, dus wat dat betreft ben je daar helemaal op zijn plek. Ja, daar voel ik me heel erg thuis. En ik denk, nou ja, wat leuk is dat met name die Caribische feel en ook wel die hip-hop feel, dat heb ik een beetje wat meer gebracht bij New Cool. Want ze hebben heel veel Latin-invloeden. En natuurlijk jazz en ook wel surf, maar net dat Caribische stukje, dat als je de platen gaat luisteren, en zo ten tijde van onze plaat Electric Monkey Sessions, daar merk je opeens... Dansé is eigenlijk onze meest recente plaat, komt de nieuwe aan. Daar zijn we echt, met Dansé zijn we echt een beetje de elektronische kant op gegaan. Dus, en kun je nog wat vertellen over, want je hebt inderdaad met enorm veel artiesten gespeeld, de hele wereld over gereisd. Ja. In de Dogs Family natuurlijk, Benny Sings had je het al over, Javanka. Wouter Hamel, daar spreek ik nog steeds bij. En hoe is dat bij New Cool gaan? Want dat was natuurlijk echt een geoliede machine. Ja. Je doet het nu al een aantal jaren weer natuurlijk. Maar hoe gaat zo'n heel proces en hoe kom je daarin? Hoe is dat het is, het grappige was dat we toen met Wouter hebben een plaat gemaakt. Ik denk dat het onze tweede plaat was, Nobody's Tune. En daar hadden we Benjamin Herman hadden we te gast op een paar nummers. Dus die kwam ook in een live show mee. En er zit één nummer bij waar we op een gegeven moment zoiets dachten, laten we een battle gaan doen, zogenaamd. Tussen de sax en de gitaar. Dus zo leerde Benjamin en ik elkaar gewoon kennen. Gewoon muzikaal? Ja, muzikaal. En dus ik denk op een gegeven moment dat toen duidelijk werd dat Anton iets anders wilde gaan doen, dat hij dacht, misschien is het wel leuk om met mij iets te doen. Maar wat wel sneaky was, ze hadden maar uitgenodigd tijdens De Wereld Draait Door, onder het mom van, Anton kan even niet, kan jij invallen? En dat was het, maar toen vroegen ze me opeens ter plekke, wil je bij de band komen? En toen had ik zoiets, dat vind ik wel heel cool, want ik kende New Cool natuurlijk al lang en ik vond hun muziek heel vet. Dus het was ook een soort eer, maar het was ook wel spannend, want ik zat al in een andere vaste groep. Dus de uitdaging is natuurlijk van hoe ga je dat allemaal combineren. Eigenlijk een luxe probleem. Ja, ontzettend een luxe probleem. Ja, en hoe combineer je al die dingen? Want je produceert natuurlijk ook. Ja. Vanuit welke rol zit jij in projecten? Zoals bij New Cool ben je misschien in eerste instantie gitarist. Maar dat is ook ontwikkeld sindsdien.
Dus ik ben meer gaan produceren, maar ook bij New Cool in het compositieproces en in ja, hoe de uiteindelijke sound gaat worden. Dus eigenlijk ook wel productie. Ben ik, gewoon, ik heb daar gewoon altijd hele ja, duidelijke ideeën over, dus ik geef altijd mijn input. Altijd onder de andere naam, Koffie Anonymous? Of? Nee, dat is eigenlijk alleen als ik meer die neo-soul kant op ga. Of een ander produceer, okay. Dan gebruik ik die naam. Heel doelbewust. Ja, ja ik heb, dat is een soort deel van me. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een hip-hop formatie waar ik twee EP's mee heb uitgebracht. Dan ben ik Koffie Anonymous. Dan is het dan maar, dat je dan ook mentaal in die rol ja, bent? Ja, 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 want dat is wel echt heel duidelijk die hip-hop, ja. Soul, die neo-soul vibe. Okay. En, maar tuurlijk, daar komt kom de gitaar ook wel aan bod. Maar dan ben ik meer de man achter de schermen. En bij New Cool, omdat wij heel organisch schrijven als gehele groep. Dus iedereen draagt wat bij. Ja, dit is mijn steentje die ik bijdraag. Ja. En dan hebben we het over die gitaar. We hadden het al even voordat het interview begon. Want het ziet er bijzonder uit. En het is ook een bijzonder uniek product, of niet? Ja, dit is een ongelooflijk unieke gitaar. Er is eigenlijk maar één van op de wereld. En hij is gemaakt door iemand uit Dordrecht? Ja, Wout Bosma. Wout is een ontzettend te gekke bouwer uit Dordrecht. En ja, die maakt hele mooie gitaren, zowel akoestische gitaren als ja, meer traditionele jazzgitaren. Hollow body, dus dan helemaal hol. Hij heeft dan, zijn trademark is dat de body wat asymmetrisch is. Dus dat zie je ook bij dit. Ja. Maar hij had op een gegeven moment wilde hij een ander soort model gaan maken die wat meer leek op semi-akoestische gitaren. Dus dat zijn gitaren die iets platter zijn en deels hol zijn. Dus daar zit dan nog binnen wel een balk. En hij had mij al langer op het oog, omdat hij me met Wouter zag spelen. En hij had zoiets van, en misschien vind jij het cool om in ieder geval wat feedback te geven. En we zijn steeds meer gaan praten daarover. En toen hadden we het idee, misschien moeten we gewoon een gitaar gaan bouwen samen. Nou ja, het bouwen deed hij dan en ik gaf mijn... En hoe gaat het dan in zijn werk? Want het klinkt logisch. Van, ja. Nou, je gaat met een gitarist de gitaar bouwen. Maar wat kan je dan voor een kritiek geven? Nou ja, ik vind die klankkast... Hem ging het heel ver, want hij had echt... hij had dan helemaal uitgetekend de vorm. De vorm is gewoon iets, dat is echt zijn ding. Dus nou, ik had meteen zoiets, ik vind het ook mooi om te zien. Maar alle andere onderdelen, zoals de pick-ups... Wat voor type nek, wat de toets, hoe gaan die knoppen eruit zien. De elektronica, dat is allemaal iets, ja, dat kan je gewoon kiezen. Dus daar zijn we naar gaan kijken samen. Dus ik kwam dan met deze elementen, ik heb er al zo één zitten op een andere gitaar. En daar was ik heel tevreden over, dus ik had zoiets, laten we dat gebruiken. Maar ik had ook zo, veel van mijn gitaren zijn best wel sober. Dus misschien een keer leuk om een wat extravagantere... gitaar en wat geeft het nu speciaal voor jou? Kun je wat laten horen? Wat het... Nou, deze gitaar, wat vooral heel bijzonder is, is dat die toon zo heel direct is. En hoor dit. Ongelofelijke systeem. Het grappige is, mijn gitaar die ik heel veel bij New Cool gebruik, de Hofner, zeg maar, die heeft een hele warme toon, maar die is heel kort. Waardoor je meer, ja, ook korter gaat spelen, ritmischer. Maar bij dit kan je echt... En dat heeft meteen een effect op hoe je je noten fraseert, hoe je met akkoorden gaat. Maar is dit een gitaar die zowel in producties gebruikt als gewoon onstage? Ja. Maar met verschillende acts ook is? Ja, eigenlijk gebruik ik hem op dit moment vooral live, omdat hij snijdt overal doorheen. Ja. Met dit ding, als ik één noot, dan is het meteen, wow, oké, okay, je bent er. En heel dynamisch, hè? Zelfs in de hoogte. Ja. Dus het is een ontzettende... Het lijkt wel of je zo ook de hele dag met dat ding op schoot zit. Dat is ook wel zo. Ja, dat is ook wel zo. Ik zou de hele dag ook wel naast willen zitten. Ja, het is een hele comfortabele gitaar. Ik heb heel veel gitaren, ze hebben allemaal hun eigen flavor. En deze, dat geeft me weer een bepaald soort inspiratie. Over inspiratie gesproken. Wat kunnen we nog verwachten? Want je maakt fantastische eigen muziek. We hebben het ook kunnen horen. Ja. Hoe fantastisch dat klinkt ook. Wat kunnen we nog verwachten van je?
Dat zijn verschillende dingen gaande. Er komt een nieuwe plaat van New Cool Collective. Dus we hebben eigenlijk de baas al opgenomen. En nu bij gaan we Electric Monkeys naar de studio? Nee, dat is wel heel jammer. We hebben eigenlijk echt met heel veel plezier bij Casper Frenkel van Electric Monkey gewerkt. Maar hij moest hij moet weg uit het pand. Dus de studio houdt op. Dus dat is heel spijtig, want er worden heel veel vette platen opgenomen. Maar ja, het ding is natuurlijk dat als je een groep bent die om de zoveel tijd platen uitbrengt, dan moet je op een gegeven moment gaan opnemen. Dus we hebben dit keer zijn op zoek gegaan naar een nieuwe studio. En dat is bij Simon. Ik heb zijn achternaam vergeten, maar dat is Simon van Simon in Kipski. Die naam zeggen jullie waarschijnlijk wel wat. Zeker. En die heeft een te gekke studio in Rotterdam. En daar hebben we deze nieuwe plaats zijn we aan het opnemen. En er zit een hele andere flavor weer. We dachten eerst... Ah, je hebt een Feyenoord eigenlijk. Hè? Ja, wel een beetje. Ook in de sound wel eigenlijk. Het is echt, want we dachten, we gaan een vervolg maken op Dansé. Vaak wat we doen, we hebben een concept. En dan doen we de tweede plaat ook als een soort verlengstuk. Dus met Electric Monkey hebben we er twee gedaan. Ja. Maar bij dit merkten we al snel, nee, dit is weer eigenlijk een heel nieuw ding. Dus en ik laat me de laatste tijd heel erg beïnvloeden door mensen die meer uit Noord-Afrika komen. Dus... ja, je hebt die Desert Nomad, Rock. Ja. Dat vind ik heel grappig, cool. Je dat zegt. Ik had vorige week daar nog een stuk. Wat een aparte vibe. Ja, en die ritmes zijn zo te gek. Ja. Het is echt gaaf. En die gitaristen, oeh. Ja. Dus ik kreeg hier een voorprogramma van de Red Hot Chili Peppers, zo'n Nomad Band. Dus ik keek mijn ogen uit. Dat is fantastisch. Dus daar heb ik me daardoor laten beïnvloeden. En dat hoor je ook een beetje terug. Maar het is ook heel groovy. En er komt van alles langs. Wordt het dan niet tijd voor een solo-project? Door je ronde album van je daar ben ik altijd... De mensen vragen me altijd, ik ben er altijd over aan het nadenken. Het moeilijke natuurlijk is dat als je al zoveel doet... Je moet op een gegeven moment zeggen, nu ga ik... Nu is genoeg. Voor mezelf kiezen. Dus, deze stukken die je nu hebt gebracht. Nou ja, dit is al een goed experiment. Ik ben nog altijd aan het nadenken, meer creatief van... Hey, wat voor een soort plaat wil ik eigenlijk opnemen? Maar dus die gaat ooit wel komen. De kenmerk van veel Humble Heroes. Dus ze zijn altijd in dienst Je bent altijd in dienst van. En dan moet je op een gegeven moment zeggen... nee, ik ga nu aan die plaat werken. Maar ik zie nog wel... Ik heb dus ook onder mijn producernaam Kofi Anonymous... heb ik in... Nou ja, toen de lockdown net was begonnen... was er zoveel tijd over. En ik kwam opeens in een heel andere flow. Toen heb ik wel een kleine EP ook uitgebracht. Dus ik had me voorgenomen... elke dag maak ik iets. En na die dag is het ook klaar. Dan ga ik er ook niet verder aan sleutelen. Mix het zelf af. En daar zijn 9 stukken. Kijk. Uitgekomen. Dus mensen kunnen dat sowieso dat kan je checken, op Bandcamp vinden. En er staan ook een paar tracks zelfs op streaming. Dus, en ik ben met een rapper bezig met een nieuwe EP. Dus dat ben ik aan het opnemen, aan het produceren. Dus ja, er zijn wel dingen gaande. Ja. Nou, goed om te horen dat je zo bezig bent. En wij vonden het echt plezierig dat je hier was. Succes in je carrière. En wij kijken toch uit naar die soloplaat. Oké, zet te gek man. Cool, thanks.